Daar zitten we weer, Tristan. Dekkertje is er nog steeds bij. Ja, nog twee extra seizoenen inderdaad. Kijk eens aan, gefeliciteerd met je contractverlenging. Dank u wel. Was er veel interesse vanuit andere clubs? Er was wel wat interesse. Veel wil ik niet zeggen, maar er was wel wat interesse, ja. En waarom heb je toch besloten te blijven dan? Ik denk voornamelijk wel vertrouwen van de trainer. En hij sprak ook uit het aanvallende voetbal dat hij wilde gaan spelen. En dat ligt mij denk ik wel in mijn spel. Dus dat was eigenlijk wel de grootste reden, ja. Vertel eens wat meer, aanvallend voetbal. Wat heeft hij je nog meer voorgespiegeld? Ja, vooral gewoon aanvallend voetbal en veel jonge spelers volgens mij die erbij gaan komen. Dus ik denk een talentvolle groep. En ja, dat spel ligt me zeker wel aanvallend. Op welke manier is Tristan Dekker in de afgelopen 5 seizoenen hier bij VVV veranderd? Ik denk wel veel. Ja, ik kwam binnen als een A-jeugdspeler nog. En ja, uiteindelijk 5 seizoenen verder, nu ben ik 23. Dus op zich best wel een hoop veranderd. Ja, ik ben wat volwassener geworden. Ik ben denk ik ja, niet meer een jongetje, zeg maar, dat ik toen wel was toen ik binnenkwam. Want ik was toen pas net 18 volgens mij. Nu ben je 23 en ben je dadelijk bijna de Nestor van het elftal. In ieder geval qua ervaring hier bij VVV. Ja, hier bij VVV denk ik wel. Volgens mij Delano zit er ook heel lang en Danny ook. Dus volgens mij wij drie zitten er dan wel aardig lang, ja. Wat heb je jezelf tot doel gesteld? Nou, niet zozeer echt. Ja, natuurlijk heb ik wel doelen gesteld, maar voor mij is het eigenlijk vooral zoveel mogelijk proberen te spelen. En ja, op die manier het team helpen. En dan kijken we hoe ver we komen. Want dit seizoen geen Eredivisie, maar keukenkampioendivisie. Hoe ver denk je dat VVV kan komen? We kunnen zeker heel ver komen, ja. Ik denk dat we als club zijn zeker ja, moeten proberen om terug te komen naar de Eredivisie en zo snel mogelijk. Heel veel succes daarmee. Yes, bedankt.